Het maken van holle figuren, vormen en samenstellen. Voor de samenstelling van het deeg gebruiken we volgende werkwijze. We bereiden eerst de basissiroop. Hiervoor gebruiken we 1 kg suiker, 500 gram glucose en 1 liter water. We laten de siroop koken tot 34 graden Baumee of suikerdikte en daarna afkoelen. Voor de samenstelling van het deeg nemen we de basissiroop, 550 à 600 gram, die we mengen met 1 kg bloem. Op het deeg zijn er varianten mogelijk naar gelang het gewenste gebruik. Je kan bloem met siroop en roggebloem nemen, of bloem met siroop en cacaopoeder, of ook nog bloem en siroop met aardappelzetmeel, of bloem en siroop met integrale rogge. Met voedingskleurstoffen kunnen we het witte deeg kleuren. Opletten echter met verhoudingen om de textuur van het deeg niet te wijzigen. Bij gebruik van vloeibare kleurstof moet de hoeveelheid siroop aangepast worden. Bij gebruik van poederkleurstof moet de hoeveelheid droge stof worden aangepast. Het vullen van halffiguren gebeurt met bloem en daarboven een mengsel van bloem en olie.
Voor het vormen van buizen maken we gebruik van een kartonnen buisvorm, omwikkeld met aluminiumfolie. Die wordt ingevet. Om een betere aansluiting te hebben, worden de deegkanten dun gerold en bevochtigd met basissiroop. Daarna wordt de buis ingewikkeld in krimpfolie. Alle vormen worden afgebakken in een matig warme oven. Na het bakken kan men de vormen instrijken met siroop en wikkelen in fijne tarwezemelen. Bij het samenstellen van de figuren gebruiken we een voedingsslijm gemaakt uit roggebloem en eiwit. Zo worden de figuren systematisch samengesteld. Thank you.